bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar kulturu.com. Goedemiddag kijkers thuis van Kulturu TV. We zitten hier met meneer Roy Kaikousi Groenberg, voorzitter van de stichting Eer en Herstel. Heeft ook natuurlijk betrekking met het slavernijverleden. De ontwikkelingen zoals zich nu de afgelopen periode hebben voorgedaan, eigenlijk tot vandaag. Kan u hier iets over vertellen? Want ik weet dat jullie als organisatie al jaren hiermee bezig zijn, sinds 1997, dat de stichting is opgericht. Wat vindt u van alles wat er zich nu afspeelt? Goed. Zoals het al zei, de stichting Eer en Herstel is opgericht om op te komen voor de belangen van onze voorouders. En rode draad daarbij is eerherstel, excuses en herstelbetalingen. Over herstelbetalingen, daar kun je alle kanten mee op. Of niet per se iets te zijn van wie krijgt hoeveel. En in 1995, wij zijn opgericht in 1997. Maar in 1995 hadden we een ingezonden stuk gestuurd bij de Volkskrant. En in dat stuk hadden wij gerefereerd naar de komst van bondskanselier Kool in Nederland. Die was hier gekomen om excuses te maken voor wat Duitsland en Nederland had aangedaan voor in de Tweede Wereldoorlog. En we hadden dus in dat stuk gesuggereerd. Toen ging het toch om premier Kok. Zeggen, meneer Kok, de bondskanselier is helemaal hier naartoe gekomen. Hij heeft zijn excuses gemaakt voor de bombardementen op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Wordt het geen tijd dat Nederland ook excuses gaat maken aan Suriname? Zodat voor de slavernij. Zodat er alles beter kan worden. Dat de betrekkingen tussen de beide volkeren, de beide landen, goed gaan verlopen. Nou, vandaag de dag, 27 jaar later, speelt het. Nederland is bereid, zoals we begrijpen, om excuses te gaan maken. Maar in de afgelopen jaren, tussen 1997 en nu, is er heel veel gebeurd ten aanzien van de slavernijagenda. Want vroeger, slavernij was bekend in Nederland, maar er werd niet zoveel over gesproken. Maar vanaf 1997, toen onze stichting was opgericht, kwamen er ook heel veel andere groepen erbij, andere stichtingen werden opgericht. En er is in die periode is er heel veel gebeurd ten aanzien van de agenda, het slavernijverleden. Er zijn monumenten gekomen, zijn meer bekend geworden, radio, televisie, overal. Mensen gingen zich organiseren. Kitty Kotti Maand kwam er, herdenking in de Belmer, alle soorten dingen gingen gebeuren. Maar we beleven nu hele belangrijke dagen dat 3 weken geleden meldde de minister-president dat hij een belangrijke boodschap gaat hebben op 19 december. Als je excuses wil maken voor de slavernij gebeuren, dan moet je het op zijn minst op 1 juli doen. En het liefst in Suriname, waar het is gebeurd. En natuurlijk ook het liefst door de staatshoofd, de koning. Hè? Omdat op het moment dat de koning dat doet, dan geef je daarmee ook een serieuze karakter eraan. En dan krijgen mensen het gevoel van, oké, dit is serieus. Maar de manier waarop mensen nu denken dat het gaat gebeuren, wijzen de meeste mensen af. Ze vinden dat, het is niet respectvol. En u kan zich daar helemaal in vinden? Jazeker, vooral als het gaat om de datum 1 juli. Vooral als het gaat om het argument zeggen, als je dit wil regelen, moet je dat goed doen. Als je dat goed wil regelen, moet je dat op zijn minst in samenspraak doen met de mensen die de excuses moeten aanvaarden. De mensen waar tegenover je de excuses gaat maken. Want het moet geaccepteerd worden. Want je kunt een eigen show gaan maken, eigen excusesshow, en de mensen aanvaarden dat niet. Dan is dat een gemiste kans, omdat de meeste mensen vinden, waaronder ik, waaronder de Stichting Eer en Herstel, dat de excuses goed moeten gaan. Die hele organisatie moet goed verlopen, want dat kan je maar 1 keer doen. Omdat zowel Nederland en zowel Suriname, zowel de nazaten van de daders, populair gezegd, en de nazaten van de slachtoffers, die willen toch deze bladzijde niet vergeten, maar
Maar omdraaien. Mensen willen nu gaan kijken naar de toekomst. Wat moet gebeuren voor de toekomst? En vooral met onze komende generaties. Maar er is een bevindingsrapport ontwikkeld. Of dat hebben ze uitgebracht. Als organisatie. Zijn jullie daar nooit bij of eerder bij betrokken geweest? Want jullie bestaan al sinds 1997. Nee, wij zijn nooit betrokken daarbij geweest. En er zijn heel veel grassroots organisaties die zijn nooit betrokken geweest. Maar in sommige projecten zo gaat het. Er wordt een bepaalde groep mensen uitgenodigd en die hebben allemaal een verhaal. Dat verhaal wordt opgetekend en vervolgens wordt dat door de strot van de samenleving geduwd. Natuurlijk, je gaat niet afvallen de mensen die de commissie hebben uitgemaakt. Je gaat niet afvallen wat de mensen hebben gedaan. Maar als grassroots organisatie, als samenleving, nazaten, vind je altijd dat het altijd beter is wanneer je bezig bent om direct alle mensen kan niet, maar om strategische groepen erbij te betrekken, zodat de informatie secuurder kan zijn, zodat de informatie helderder kan zijn, zodat de conclusies die getrokken zullen worden, ook aannemelijker worden tegen de tijd dat gepresenteerd wordt. Is er daarbij dan ook niet voldoende, is er wel voldoende draagkracht naar zo'n draagvlak bedoel ik, naar zo'n commissie toe? Nee, omdat de draagvlak is er niet, want de meeste grassroots organisaties zijn, als ik een beetje uit het hoofd weet, zijn in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, die andere steden zijn er zeker, dat is een beetje natte vingerwerk. Maar ik denk zeker 50 tot 100 grassroots organisaties. En wat is een grassroots organisatie? Een grassroots organisatie zijn een aantal mensen die in een buurt wonen, in een stad wonen, die begaan zijn met het lot van wat gebeurd is met hun voorouders, die geïnteresseerd zijn in het slavernijdossier, die zichzelf organiseren en vanuit hun eigen visie, vanuit hun eigen gevoel activiteiten organiseren, met elkaar discussiëren, met elkaar praten. En ik heel weinig of bijna geen enkele van die mensen zijn uitgenodigd. Dus naar die mensen toe is er absoluut geen draagvlak. Dat is dan toch een belediging? Je zou het zo kunnen zeggen. Het is een tekortkoming van de opdrachtgever van dat onderzoek. En het is ook een tekortkoming van de mensen die die commissie hebben uitgemaakt. Want je weet het toch. Je komt toch vaak in het Oosterpark wanneer de activiteiten worden georganiseerd. Je ziet toch hoeveel mensen daar komen. Je leest toch in de kranten dat er grassroots organisaties zijn. Je kan niet zeggen dat je nooit hebt gehoord van de Stichting Eer en Herstel. Terwijl de Stichting Eer en Herstel staat bekend bijvoorbeeld om de kwestie van schrappen de neger uit het woordenboek. Stichting Eer en Herstel staat bekend voor afschaffing van de negerzoentoen. Dan kan je niet zeggen van je hebt nooit van de Stichting Eer en Herstel gehoord. Om ons op zijn minst te bellen, je hoeft misschien niet, maar als je je werk goed wil doen, dan kun je zo'n stichting erbij betrekken. Dan kunnen wij verder aanwijzen wie zijn de andere grassroots organisaties die je kunt uitnodigen. Natuurlijk, je kan niet allemaal bereiken, maar je kan uitgaan van de meest strategische grassroots organisatie. En dan weet je, als er een rapport uitkomt, dan weet je van, oké, die draagvlak is solide. En daar moeten we het van hebben. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Oké, dat rapport is er nu. De volgende stap, heeft de commissie nu inmiddels wel contact gemaakt? Hoe loopt dat? Nee, ik heb zo net heeft u me dat rapport laten zien. Hij is zo zwaar en zo groot dat u hem bijna kon tillen. Dus ik vind het een beetje, eigenlijk, het is de eerste keer dat ik dat rapport zie. Natuurlijk, ik heb niet erin gelezen. Maar wat er verder gaat gebeuren, na vanmiddag gaan we zien. Want de minister-president zegt dat hij voornamelijk ook gaat citeren uit het rapport. Hij zegt voornamelijk dat het rapport zijn leidraad is om te doen wat hij vanmiddag gaat doen. En na zoveel commoties, na hetgeen wat de minister-president vanmiddag zal doen,
Misschien ontstaat er een nieuwe situatie dat de minister-president na zoveel commotie ja, toch tot een ander besef komt. Zeg. Natuurlijk, je kan niet heel Nederland uitnodigen. Maar dat hij tot een ander besef komt. Zeg. Hey, de volgende stappen, de verdere stappen naar 1 juli toe, die zou je toch een beetje meer, een beetje anders moeten gaan organiseren. Wil je hebben dat op 1 juli, vooral niet in het Oosterpark, want op 1 juli 2023 in het Oosterpark, dat is de herdenking van 150 jaar. En ja, kijk, nu zie je de mensen niet op straat. Nu hoor je de mensen alleen op de radio. Nu lees je de mensen alleen maar in de krant. Maar als 1 juli in het Oosterpark zaken zo zijn gebleven, dan hou ik mijn hart vast, want dan komen de mensen massaal op straat. En dan gaan ze natuurlijk hun snoegen uiten. En natuurlijk, ze begrijpen ook dat op zo'n dag moet je niet komen om ruzie te maken of om actie te voeren. Maar dan gaan de mensen kiezen hè, tussen... Wat ga ik doen? Ga ik stil blijven en mijn voorouders pijn laten lijden in het hiernamaals? Of ga ik toch in actie komen zodat onze voorouders toch een beetje trotser op ons kunnen zijn? Oké, je verwacht zeker niet de excuses van de heer Rutte op 19 december? Nee, het is een belangrijk ding, want we horen ook zoveel. Zeg ja, de minister-president hij gaat excuses doen. En de mensen hoeven niet op herstelbetaling te rekenen. Je hoort vandaag aan de dag ook veel mensen, vooral bepaalde witte mensen, gelukkig niet de hele samenleving. Ja, we worden eigenlijk, mensen worden beledigd. Zeg jullie nazaten, kunnen jullie nou eens een keertje je kop dicht houden? Je wil excuses, want jullie willen herstelbetaling. Jullie willen de Nederlandse samenleving weer oplichten. Al dat soort dingen. Ja, zeg, dan hoor je moet het aanvaarden, want straks is Rutte geen minister-president meer. Nou, dat is allemaal flauwekul, want de excuses die komen niet van... Meneer Rutte, de excuses die komen niet van de VVD of van CDA of van D66. De excuses, dat is een zaak van de rechtsopvolging van de daders van de, wat wij noemen de slavernij-holocaust. Dat is de staat der Nederlanden. En de staat der Nederlanden, de komende 100 jaar zullen ze nog zijn. En het hoofd van de staat der Nederlanden, dat is koning Willem de Vierde. Want het is zijn grootvader die in 1863 de afschaffing had gedaan. Het is zijn grootvader die de planters, andere mensen zeggen planters, wij zeggen de beulen, hadden vergoed. Hè? Dus het is de koning moet het doen. En het liefst in Suriname. Dus de mensen laten zich daar niet mee van de wijs brengen of laten afschrikken. Nee, helemaal niet. Want niet de regering biedt excuses aan. Maar de staat der Nederlanden, de rechtsopvolging van de daders van toen. Maar dan kan het nog even op zich laten wachten. Want ze hebben een onderzoek ingesteld, Koningshuis dan, dat het waarschijnlijk nog 3 jaar zal duren. Dat is een schijnbeweging. Dat is, de meeste mensen vatten dat op als een schijnbeweging om de zaak te traineren. En we wachten alle 160 jaar. Wat maakt er nog 3 jaar uit? En waarom is het een schijnbeweging? Want het Huis van Oranje, je bent ook medeplichtig geweest, 160 jaar, je weet toch precies wat er aan de hand is. Je hebt toch zelf de situatie, heb je getekend op je gouden koets. Ja, je hebt zelf je gouden koets in de garage neergezet, omdat je zelf vond van nee, dat kan niet langer. Dus dat onderzoek van 3 jaar, dat zien we als een schijnbeweging. Oké, laat dat onderzoek komen, maar in ieder geval, je moet weten dat als je deze zaak goed wil regelen, dan hebben we al het kader gegeven, althans de nazaten hebben het kader gegeven van hoe je het moet doen. Als ik met een dame wil trouwen, kan ik toch niet plotseling op een middag verschijnen thuis en zeggen ik wil morgen met je trouwen. Ik zou toch op zijn minst met de dame dat moeten overeenkomen, want zij gaat bepalen welke jurk ze wil. Zij gaat bepalen hoe het feest eruit moet zien. En over de kwestie van de herstelbetaling. Het gaat niet om geld, want dat denken de mensen dat geld. Als er sprake is van geld, wat mij betreft ook, dan wil ik op zijn minst de niet betaalde salarissen van mijn grootouders. Want ik wil geen geld van het leed. Dat laat ik over aan jou. Maar mijn voorouders hebben 300 jaar lang gewerkt. Je hebt ze niet betaald. Nou, dat geld mag ik als nazaat, mag ik opeisen. Absoluut, want die mensen hebben voor je gewerkt. En het resultaat van hun arbeid,
dat, ja, dat daar profiteer je vandaag de dag nog ervan. In ieder geval 200 miljoen, want we praten dus nu over geld. Waar komt dat bedrag dan vandaan, die 200 miljoen? Het is allemaal niet te volgen. Nee, die 200 miljoen, dat is een verwarring. Die mensen zijn opzettelijk bezig. Toen die Rutte, die minister-president, dat zei, toen meldde hij dat er een bedrag van 200 miljoen vrijkomt. Dat is om de Nederlandse samenleving verder te gaan informeren wat er aan de hand is. En er is ook 27 miljoen heeft hij vrijgemaakt. Dat is om aan gemeente Amsterdam te geven. Want gemeente Amsterdam is bezig met het bouwen van een slavernijmuseum. Dat is een goede zaak. En die 200 miljoen, maar de mensen, de nazaten, heel veel nazaten, die zijn al gaan nadenken, zeggen die 200 miljoen, dat is geld voor ons. Maar dat is helemaal niet waar, want de excuses zijn nog niet gemaakt. Pas na de excuses, dan pas komt het meest belangrijke, dat is de reparation. Hoe gaat de reparation eruit zien? Wat gaat het kosten? Wie gaat dat betalen? En Nederland, ik begrijp die mensen niet, bepaalde mensen van Nederland. Ook al denk je van, we gaan jullie excuses geven, maar je hoeft niet te denken aan herstelbetaling. Ga je gang. Er zijn heel veel andere instanties in de wereld, waar als de nazaten willen, dan gaan ze een klacht indienen tegen Nederland. Want de nazaten die hebben al één ding in hun voordeel, is dat de Verenigde Naties slavernij zoals die bedreven is, vooral in Suriname, heeft verklaard tot misdaad tegen de, ze zeggen misdaad tegen de menselijkheid, maar wij vullen aan misdaad tegen de Afrikaanse menselijkheid. Want als je zegt misdaad tegen de menselijkheid, dan is het breed. Maar wij zeggen nee, misdaad tegen de Afrikaanse menselijkheid. Want daarbij die mensen gaan stelen. Van daaruit heb je die mensen gebracht naar die concentratiekampen die je plantage noemt en die je kolonie noemt. Dus dan gaan we naar de wereld, dan gaan we bijvoorbeeld bij Poetin klagen, of we gaan bij de Verenigde Naties klagen, of we gaan bij klagen, maar als de nazaten vinden dat ze slecht worden behandeld door Nederland, gelukkig dat er internationale organisaties zijn waar we Nederland kunnen aanklagen, want Nederland, toen ze klaar waren met de politionele acties in Indonesië, hebben ze Indonesië herstelbetaling geëist voor al die bedrijven die tijdens de oorlog zijn gevallen. Ze hebben de Japanners ook geld opgeëist voor de troostvrouwen tijdens de bezetting van Japan. En trouwens, wat deed jij in Japan? Wat deed jij in Indonesië? Indonesië is toch niet jouw land? De Japanners kwamen daar om die Indonesiërs te helpen. Dan moet je wegrennen. En je hebt Duitsland tot de dag van vandaag betaald Duitsland miljarden marken voor wat ze hier hebben gedaan, terecht. En nu ben jij in de positie om iets te doen, dan ga je een grote mond lopen opzetten van is eigenlijk gênant om tegen die nazaten te zeggen, we gaan jullie excuses geven, maar jullie hoeven niet te denken aan herstelbetaling. Echt gênant voor woorden. Is Nederland, het fatsoenlijke Nederland, onwaardig. Ja, de ontwikkelingen die stapelen zich inderdaad ook op als het inderdaad hebben over die betalingen. Wat ook speelt, want het gaat allemaal zo snel. Het gevoel dat er excuses moeten komen, oké. In de maand december vinden vele mensen niet oké. Dat voelt gewoon niet goed. Nee. Maar het lijkt er wel op dat daar tussen de president Santokki en de meneer Rutte daar wel haast achter aan zit. Heeft het te maken met wat er misschien volgend jaar zal gebeuren als mevrouw Motley de CARICOM voorzitter wordt? Ja, ik hoor die dingen, maar als je verder gaat nadenken, dan wil je bijna zeggen dat die dingen praatjesmakers zijn. Want kijk, ze zeggen dat die Santokki, hij is nu voorzitter van de CARICOM. En ze zeggen dat die Santokki haast zich om alle soorten dingen te doen, want die mevrouw Motley heeft aangekondigd dat ze de CARICOM-agenda, want dat bestaat al lang hoor, dat ze dat nu gaat versnellen. Miljardenclaim. Die miljardenclaim.
Santokki kan dat niet tegenhouden, want CARICOM, dat is een groep van landen. Hij alleen kan dat niet. En als die nieuwe voorzitter komt, en ook al Santokki wat voor afspraken hij ook met Rutte heeft gemaakt, die tellen niet op het moment dat die nieuwe voorzitter komt. Die zet al die afspraken naar zich neer. Wat ik zelf denk, is dat Nederland kennende, dat is de volkscultuur. We willen altijd voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Tegenwoordig zelf voor 5 cent. Dat is op zich niet slecht, niet erg. We leren dat. Maar in dit geval is zitten voor een dubbeltje op de eerste rij. Beste Mark, dat kan echt niet meer. Laten we op zijn minst praten over een tientje. Maar niet een dubbeltje. De tijd is voorbij. Wat moeten we nu doen? Want eigenlijk belangrijker nog, er is een rechtszitting geweest, is verloren. Ik had eerder gezegd, de volgende stap, wat moeten we nu doen? De rechtszaak is niet verloren. Wij zijn de overwinnaars van de rechtszaak. Wij zijn niet de juridische winnaars, maar wij zijn de morele winnaars. Omdat het is schandalig van de Nederlandse overheid dat de rechtsopvolging, dat de nazaten helemaal bij de rechtersteun moeten gaan zoeken. Ja, dat is gênant. Wij moeten de nazaten, wij moeten gewoon rustig blijven. Want de nazaten, dat is ook een grote groep. Die meningen zijn ook verdeeld. Die meningen zijn ook verschillend. En ik heb 1 ding geleerd. Ik begin het steeds meer verder ook te gaan ontwikkelen. Als jij vindt dat excuses moet komen op 19 december. En je hebt er geen moeite mee. Jij wil geen herstelbetaling. Jij wil geen excuses. Geen probleem. Ik ga geen ruzie met je maken. Dat mag. Je mag dat vinden. Maar de mensen die vinden dat ze wel herstelbetaling willen. De mensen die vinden, zeg 19 december is niet goed. Die mensen moet je dan met de rust laten. Want die mensen hebben ook rechten. Je hebt het recht om niet te willen. Maar de mensen die willen hebben ook het recht om te willen. Dus geen ruzie. Dus de mensen die dat willen, die moeten gewoon rustig blijven. Luister wat vanmiddag gaat gebeuren. Rustig blijven met elkaar. Want met te veel emoties, met paniek ga je geen goede zaken doen. En de mensen moeten rustig blijven en verder gaan nadenken. Want na 19 december, dan komt 20 december. En dan begint het, want het meest belangrijke is de reparation. Dat is het meest belangrijke, want je hebt al sorry gezegd. Maar hoe gaan we het regelen dat ik die streamen niet meer op mijn rug voel? Dan hoef je mij geen geld te geven. Maar als ik naar de dokter moet, moet jij de rekening betalen bij de dokter. Want ja, jij hebt me die frustraties toegebracht. Dus jij moet betalen. Als je sorry hebt gezegd. Excuses hebt gemaakt. Dus daar is ze nog even op wachten? Ja, absoluut. Ja. Maar wat ik dan toch wel afvraag is dat al die organisaties die er zijn. Ja. En met name onder de Afro-gemeenschap. Ja. Is het zo moeilijk om elkaar te vinden? En in deze tijd vooral, alles gaat online en digitaal tegenwoordig. Ja. Is het zo moeilijk om elkaar hierin te vinden? Kijk, op 1 lijn hoeven we nooit te zijn. Maar als groep naar buiten komen met 1 vuist, dat is toch niet zo moeilijk, lijkt mij. Nee, het is niet moeilijk. En nergens in de wereld ruiken alle neuzen hetzelfde. Dat is, iemand vertelde me laatst, in Nederland heb je 1 soort moslim, vooral Marokkanen. Maar ze hebben bijna 100 moskeeën. Het is geen verdeeldheid. Bij die Afro-Zulu is een koloniale valstrik. Altijd zeggen die de mensen tegen ons, ja waarom bundel je niet? Ja waarom maak je geen eenheid? Het is echt een koloniale valstrik. Wij hebben allemaal het recht op onze eigen mening. Wij hebben allemaal het recht op onze eigen denken. We hebben allemaal het recht op onze eigen gevoelens. En we hebben allemaal het recht om onszelf te organiseren. Als jij en ik een vereniging willen beginnen. Een vereniging van pometers. Dan mag dat. En wij hebben ook het recht om te zeggen. De mensen die niet van pom houden. Mogen geen lid worden van de vereniging. Iets anders is. 1 juli in het park bij die nationale herdenking, dan komen we toch allemaal daar. We maken toch geen ruzie. We dansen toch allemaal, we feesten toch allemaal, we herdenken toch allemaal. Na 1 juli gaan we allemaal weer de wijde wereld in om ons eigen zaken te regelen. Waarom moet ik je het hele jaar door zien? Waarom moet ik je het hele jaar door opbellen?
Ja toch, misschien zit ik op Leidseplein en ik zie een leuke vriendin. En ik wil met die vriendin praten. Dan kom jij aanlopen. Zeg, hey, kijk hoe gaat het. En misschien ga je niet weg. Je frustreert mij. Of andersom. Dus laten we vrij. Want wij zijn vrije mensen, toch? Okay. Waarom moet iedereen ons dwingen, zeg, organiseren, bundelen? Nee, hoeft niet. We moeten wel weten wat de gezamenlijke dingen zijn. Als iemand komt om jou aan te vallen, dan weten we, hey, dit is een gezamenlijke fight. We gaan Patricia verdedigen. Dat is dat ding. Zo bekijk ik het dan. Ja, maar ik denk ook met name dit onderwerp, het is een nationale kwestie. Ja. Het heeft ook nationale aandacht. Ja. Dus, en ik denk ook omdat ze denken, de Surinaamse gemeenschap is al niet zo groot, ook in Nederland niet. Ja. Dan meningen mogen anders zijn. Ja. Maar elkaar vinden hierin. Ja. Nee, maar we vinden elkaar. Alle mensen hebben elkaar gevonden. Alle mensen vinden dat er excuses moeten komen. Alleen het verschil is, de ene vindt het zo, de andere vindt het zo. Maar iedereen vindt dat er excuses moeten komen. Iedereen vindt dat er herstelbetaling moet komen. Alleen je hebt 2 of 3 mensen die zeggen, nee, dat hoeft niet. Dat moet je vasthouden. Want stel bijvoorbeeld, die mensen zouden mij sturen. Zeg, kijk, Koesie, ga al die Afro-Surinamers organiseren tot een bundeling of tot een eenheid. Hé, in 2090 ben ik nog niet klaar. En dat is dan ten voordele van de mensen waarmee we moeten praten. Waarom praat de Nederlandse regering met 40 kerken? Ja, toch, waarom stuur je die kerken niet? Zeg, ga 1 kerk worden, ga 1 kathedraal worden voor je terugkomt. Waarom stuurt de Nederlandse regering niet al die boeren, zeg, ga 1 grote boerenvereniging worden voordat ik met je kan praten? Waarom alleen die Afro-Nederlanders moeten 1 groep worden? Waarom? Dan ben je niet goed bezig. Ik vind, en dat advies ga ik ook aan de Nederlandse regering geven, zeg, laat die mensen met rust. Het enige wat je moet doen als Nederlandse regering, als gemeente, als een organisatie steun heeft van de gemeente of steun heeft van de overheid, financiële steun, zorg ervoor dat je aan die vereniging of aan die stichting een aantal voorwaarden oplegt. Je moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Je moet statuten hebben. Je moet een heldere doelstelling hebben. En je moet met je recentelijke inschrijving van Kamer van Koophandel komen. Dan steun ik jou als gemeente met de subsidie wat je wilt doen. Dan steun ik je als overheid met de subsidie wat je wilt doen. En je moet zorgen dat daarna dat je de zaken keurig afrekent. Wat is het probleem? Waarom moet ik eerst, als ik iets wil organiseren, waarom moet ik eerst het hele land Afro-Surinamers gaan vragen om een eenheid te vormen? Dat hoeft niet. Nee, toch? Ik kan Afro-Surinamers, Afro-Nederlanders kan ik wel gaan oproepen als blijkt dat bijvoorbeeld bij geboorte onze kinderen in het ziekenhuis meer sterven dan andere kinderen. Dat zijn de eenheidskwesties. Of als we merken dat onze jongeren worden doodgeknuppeld door de politie. Dan roepen we elkaar bijeen, want dat raakt ons. Maar als jij een vereniging wil hebben en je wil iedere weekend pom eten, wat interesseert het mij? Ik zou juist blij zijn als je me uitnodigt. Ja toch? Dus zo kijk ik er dan tegenaan. En nog een belangrijk dingetje is dat, wat vindt u hiervan? Meneer Santokki wil eigenlijk dat gedeelte van de contractarbeiders wilt hij eigenlijk meenemen in het koloniaal besluit waartegen excuses wordt gegeven. Hoe staat u daarin? Ja, dat is een gemene. Kijk, die Indiërs zijn ook Surinamers. Dat zijn de contractarbeiders. Die zijn in 1873 gekomen nadat de slavernij was afgeschaft. Maar dat is een andere zaak. Dat is een afspraak wat gemaakt is tussen de Nederlandse overheid en die mensen. Die mensen hebben een contract getekend. En dat contract was voor 5 jaar. Als je wilde blijven, kon dat. Dan kreeg je een beetje geld meer. Je kreeg een stukje grond en dan kon je blijven, niks mis mee.
Maar die mensen en die Hollanders, en dat is niet nu, die twee, die spannen altijd samen tegenover ons. Want ik weet niet waar een witte mensen, wat ze tegen zwarte mensen hebben. Weet je, dat begrijp ik niet. Terwijl die doorsnede zwarte persoon heeft niks tegen witte mensen. Zwarte mensen leven gewoon met alle mensen. Dus nu, dat is een beetje vuil, want als die contractarbeider vindt dat hij wat te vereffenen heeft met de Nederlandse staat, zegt, oké, ik was contractarbeider, maar je hebt me niet goed betaald, je hebt mijn vrouw verkracht, je hebt me mishandeld, en nu wil ik excuses van jou. Dat mag, maar dat is een ander agendapunt. Maar je kan geen appels met peren vergelijken, toch? Je kan niet 300 jaren slavernij vergelijken met 5 jaren contractarbeid. Daar ben je kwartaal bezig. En je doet dat opzettelijk om weer die nazaat te frustreren. Wat heb je nou tegen die mensen? Wat hebben die mensen jou gedaan? En ik moet het bijna zeggen hoor. Ik begin die Nederlanders en ook die andere mensen. Ik wil ze bijna waarschuwen. Zeg, weet je, een kruik gaat altijd te water totdat het barst. Want die zwarte mensen zijn vredelievende mensen. Ze pikken veel. Maar er is toch een moment in hun bestaan dat ze overlopen. En dat kan gevaarlijk worden. Dus laat die mensen met rust. Heb jij een bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar kulturu.com. Hoe is het contact met Suriname? Want er is ook een groep daar. En de inheemse mensen in Suriname. De heer Sundert, die is daar de trekker in Suriname. Ja. Is het contact daarmee goed? Het contact is goed. Alleen meneer Sundert, hij ondergaat ook veel kritiek. Dat heb je over, dat heb je altijd. Want dat is iets wat we ook van de slavendrijvers hebben geleerd. Hè. We zijn kritisch met alles. Maar dat is op zich niet erg. Alleen soms... slaan we door met de kritiek. Meneer Sundert ondergaat heel veel kritiek. Maar meneer Sundert heeft veel werk gedaan. Veel onderzoekwerk heeft hij gedaan. Hij is zelf tot een bedrag gekomen van als er schadevergoeding zou komen. Volgens mij zit hij op een bedrag van 400 miljard euro's. En ik heb laatst gelezen. Het saldo van de Nederlandse staatskas is 6000 miljard. Dus wat is 400 miljard? Om terug te komen op die 200 miljoen. Als de nazaten zeggen, de schade is 400 miljoen. En je hebt maar 400 miljard. En je hebt 200 miljoen. Is nog niet eens een 10% hoor. Dus dat is schandalig. Maar meneer Sundert, hij doet goed werk. Hij probeert ook. In Suriname probeert hij ook heel veel mensen, heel veel dorpen, heel veel nazaten probeert hij bij elkaar te brengen. Het is eigenlijk nooit goed, maar hij doet zijn best. Het kan altijd beter, maar hij doet zijn best. Hij heeft veel gedaan, veel onderzocht, goede rapporten daarover gemaakt. Dus we moeten allemaal kijken hoe dit verder gaat verlopen. Andere mensen zeggen, kijk, hij is benoemd door de staat. Andere mensen zeggen, nee, dit is geen zaak van de Surinaamse regering. Dit is een zaak van de nazaten. De nazaten moeten kijken hoe ze samen die dingen gaan regelen, goed gaan regelen. En dan, want die mensen zeggen, toen was er geen Surinaamse regering. Er was toen geen Surinaamse staat. Maar aan de andere kant, Suriname is geen vrijgevochten boel. Het heeft ook een regering. Het heeft ook een gekozen president. Maar die mensen zeggen, president man, hou op met die dingen, je kan... Zo kan je het niet doen om samen met Nederland dat ding om te gaan turnen. Zeg. Het gaat niet meer over transatlantische slavernij, maar het gaat nu over het koloniale tijdperk van Nederland. Dat is een beetje vals, vind ik. Maar wij kunnen hier als Nederlands Afro-organisatie en stichtingen wel wat vinden. Maar is het niet zo dat het besluit uiteindelijk in Suriname genomen zal worden? Helemaal hoor. Dat is ook een verschil van mening tussen mij en vele grassroots organisaties en vele andere mensen. Maar ik respecteer hun mening. Maar ik ben altijd op het standpunt dat er zijn twee wegen. Wij die hier wonen, wij moeten hier vergelijken komen met de Nederlandse samenleving. Zeg, wat ga je met ons doen? Hoe ga je ons steunen om die inhaalslag te maken? Maar als het om excuses gaat, als het om bepaalde zaken gaat, dan zijn het de mensen die in Suriname wonen. Die moeten daar de beslissingen nemen. Daar heb ik niks in te brengen. Absoluut niet.
Dat kan ook niet, want die mensen wonen daar. Wij zijn dan niet pijnlijk, want wij maken hier ook een hele hoop bombari. Ja, maar dat is onze bijdrage aan onze familie daar, toch? Je kan niet... we kunnen hier niet bombari maken en wanneer de tijd daar is aangebroken, dan willen wij bepalen wie daar president moet worden. Dus ik stuur een doos voor mijn tante met alle mogelijke spullen en ik bel erop, vandaag moet je bruine bonen koken. Ja, bij tante kennende, die zou zeggen, je hoeft geen doos meer te sturen. En terecht. Oké. Mijn plicht is, ik moet die doos sturen. Mijn plicht is als Surinamer in Nederland, want daar ben ik geboren, dit land heeft me geholpen om op mijn leeftijd. Ik ben hier gekomen, ik heb mijn familie daar, mijn taak hier is, want hier hebben we het een beetje beter. Nou, een beetje is misschien, hier hebben we het beter. Onze taak hier is om onze familie daar te helpen, als we kunnen, want heel veel van ons, we hebben het ook moeilijk hier. Maar het kan nooit zo zijn dat je je familie daar helpt en je gaat je tante bellen, zeg. Denk erom, die bruine bonen die ik heb gestuurd, Johan moet niet krijgen. Dat ben je verkeerd bezig, vind ik. Dan een jippie. Wat gaat u als stichting, als organisatie, wat gaat u nu verder doen? Verdere stappen ondernemen? We gaan rustig blijven, kijken hoe het zich verder gaat ontwikkelen. En wij gaan zeker meekijken en meedoen in de volgende stap, de reparation. We hebben een paar plannen klaar, we hebben een paar ideeën klaar hoe die reparation eruit moet zien. Bijvoorbeeld, wij vinden dat er zijn heel veel Surinamers hier die na de onafhankelijkheid hier rondlopen, al jaren zonder de Nederlandse nationaliteit. Die mensen hebben het verschrikkelijk moeilijk. Wij zeggen in het kader van de reparation, in het kader van herstelbetaling, geef die mensen een rechtspardon. Geef die mensen die nationaliteit, want die mensen zijn Nederlanders geboren. We praten al jarenlang over een AOW-gat. Maar dat gaat als herstel. Zorg ervoor dat bijvoorbeeld jaarlijks 20 of 40 of 50 Afro-Nederlandse kinderen naar TU Delft kunnen. Dat jij de kosten betaalt of naar de Universiteit van Amsterdam. Betaal dat. Zorg ervoor dat bijvoorbeeld in de steden dat de mensen een plek vinden waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze met elkaar kunnen socializen. Ja, waar ze tot ontwikkeling verder kunnen komen. Dat is ook een vorm van een herstelbetaling. En als je als de Nederlandse overheid daar koppig in gaat blijven, ja, dan kunnen we ze niet garanderen. Want onze jongeren, het is gebleken dat toen ik jong was, toen kon je nog dingen pikken. Maar ik heb gemerkt dat de jongeren van ons die nu komen, ze pikken niet alles meer hoor. Omdat ze zien wat er gebeurt in de wereld. Ze zien wat er in China gebeurt. Ze zien wat er in Iran gebeurt. En ze zien overal zeggen, wanneer mensen zin niet kunnen krijgen, dan zijn ze tot alles in staat. En dat willen we de Nederlandse samenleving voor behoeden. En ook onze jongeren, want zo hoeft het niet. We willen onze jongeren niet op straat hebben met pistolen en met... Nee, dat willen we niet. We willen hebben dat onze jongeren goed leven hebben in dit land. Dat ze studeren, dat ze hun best doen, dat ze waardige burgers zijn van dit land. Want dit land heeft ons niks gedaan. Nederland heeft ons niks gedaan. Het zijn die ellendelingen van toen. Die hebben ons opgefokt. En niet het doorsnede volk. Twee dagen geleden kwam een witte man of vrouw, een buur van me. Zeg, buurman, we zijn onze excuses bij u komen aanbieden. Ik zeg, wat, waarom? Ik zeg, nee, uw hond heeft mij niet gebeten. Of uw kat heb ik niet op mijn balkon gezien. Ik zeg, nee, voor de slavernij. Ik zeg, mevrouw, buurvrouw, u heeft mij niks gedaan. Want in die tijd, toen die mensen dat deden, de VOC, het Koninklijk Huis, de familie Cohen, de gemeente Amsterdam, u wist het niet. En dat vond ik wel pijnlijk. Want ze zetten die doorsnede Nederlanders, zetten ze op tegen ons. Ja. Zeg, ja, ik was er niet bij, ik ga geen excuses betalen en ik ga geen excuses maken, ik ga geen herstel betalen. Terecht, want je was er niet bij. Maar ze zetten die mensen op tegen ons. Dat is heel gevaarlijk. En die mensen beginnen dat door te krijgen hoor. Zeg, hé, ik was er niet bij. Want heel veel Nederlanders van nu, zijn ook nazaten van mensen
die in die tijden uit andere landen hier kwamen. Want het was in andere landen was het veel slechter. Italianen, Spanjaarden, Fransen. Al die mensen kwamen hier omdat hier was big business. Hier was die slavernij business. Die handel, die koffietoestand. Dus die mensen kwamen hier voor een living. En die mensen zijn hier. Hoe komt het dat veel Nederlanders buitenlandse namen hebben? Ik zeg altijd tegen me, meneer, ik praat niet tot u. U bent toch geen familie van koning Willem III? U bent toch geen familie van de voorzitter van de VOC toen? Ik zeg, de mensen met dubbele namen, daar gaat het om. Zoals familie van Voorts tot Voorts. Maar niet de u, noem eens een naam, Jansen. Dus vrolijke noem. Berens. Ja, dat gaat niet om die mensen, man. Die mensen weten niks. Maar ze zetten die mensen op tegen ons. En dat is gemeen. Heeft u nog verder een oproep naar de kijkers thuis? Ja, ik wil de kijkers oproepen. Zeg, blijf rustig. Respecteer elkaar. Probeer elkaars mening ruimte te geven. Als je moeder vindt dat de hemel blauw is, nog probeer overtuigen dat het niet waar is. Zeg oké, voor mij is de hemel grijs. Dan stellen we samen vast dat de hemel twee kleuren heeft. Laten we geen ruzie gaan maken met wie herstelbetaling wil en wie geen herstelbetaling wil. Jij wil niet. Laat het zo. Ik maak alvast de afspraak met jou dat als ik krijg, geef ik je mazzel. Waarachtige nazaten, nazaten van Afrikanen die gestolen zijn uit Afrika, die naar Suriname zijn gebracht om het werk daar te doen, om Nederland op te bouwen. Dit rapport heb ik 4 dagen geleden gekregen van de Nederlandse regering met het verzoek om dit te bestuderen en om daaruit een mening te vormen. Want uit dit rapport gaat de minister-president ook zijn dingen halen om op 19 december te doen wat hij beloofd heeft te doen. We weten niet wat hij gaat doen, maar beste nazaten, kijk hoe dik het is. U begrijpt zelf wel dat ik in 4 dagen tijd dit rapport niet heb kunnen bestuderen en om ook een mening te vormen. Dus van deze plaats uit, ik wil zeggen, beste minister-president Mark Rutte, als u een keertje wil hebben dat we echt meedoen, zo'n rapport met u ons op zijn minst 6 maanden van tevoren sturen. Wat wel kan, geachte minister-president Rutte, dit rapport kan ik bestuderen als u met ons de afspraak gaat maken dat de excuses komen op 1 juli 2023 in Paramaribo door zijn koninklijke hoogheid, koning Willem IV. Dan gaat het mij lukken om een mening te geven. Happy. Make you day a bells a jingle. Can't say say come, go jingle. Wish you single, yeah. Nina sterna top fu abum, en prif ja fu na nu ja seikum. O jingle, wish you single. We wish you a Merry Christmas, a happy, happy Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Fostro yogi shori mi mati, e visi firatori di pignuati.
Im suku ye pi fo salati Te ye dwengi yu Ine fi yu tre fragi Is ye do na nga opo ati Me isembe sita Ya sa oto fasi Na yu wade nom lasi ye Ye Ma make you de a bel sa e kindo Ker fe se kong O jingle Wish you single Yeah, et tu de na sterna top fu abon Un presque a fu na new year say kong O jingle Wish you single If what you ta feel Ko yet ni twe Ko leif an en a tey Falle tem stress Ga for verbetere Corona no berekene Ga for your zegene Maak een breder ken ik ga door de gebeden vind Dan kan de dingen zaak je tevreden vind Nos bang ik het er een jongen aan zijn in Jezus neem En in Jezus neem Maar kan dat systeem schrift niet laten Hoe mee kwam voor mijn pastij Maar ik kan gewoon om Boet boet op de mijn kwins die gevulde ei Kessa en Sidja na gie man Ja, die man ga je wisha dala man Ya kes na gi you tu ala srana man Ano gi de wasa gudu Kes na one day fu ala bondru This make you de a belza e jingle Kes face e kong Wo jingle Wish you single Yeah Make you de na sterna top fu abon Empress kia fu na new year say kong Wo jingle Wish you single, yeah. We wish you a Merry Christmas. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.